Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Wegwijzer. Straks gaan we kijken hoe het vordert op de Hoornerslaan en we gaan naar het project in de Rijnsoever. Maar eerst heb ik een gesprek met Saskia Haasnoot. Goedemorgen. Goedemorgen. Want we zijn hier, ogenschijnlijk is er hier in de straat weinig aan de hand, maar dat is niet het geval. Nee, we gaan het hebben over ledverlichting. Mm-hmm. Heel veel mensen hebben van ledverlichting gehoord, hebben het allemaal wel al thuis, denk ik ook. Maar ook in Katwijk zijn we bezig met ledverlichting. We hebben al een paar jaar wat proefopstellingen her en der door Katwijk. En nu zijn we in de Piet Heijnlaan. En daar hebben we voor ons dan een hele bijzondere proefopstelling. Want daar hebben we vier verschillende fabrikanten die dan vier verschillende armaturen, dat zijn de houders bovenop de lichtmast, die hebben ze geleverd met waar ongeveer hetzelfde soort licht uitkomt. Okay. En dat moet dus een oudere lamp gaan vervangen. Want laten we eerst beginnen bij de oudere lamp. Wat zat erin? Ja, wat zat erin? Nou, ik heb er een paar bij me. Oké, kijk. Ik zal eventjes... Deze zit momenteel in de Piet Heijnlaan in de armaturen. Ja. Dat is een soort TL-lamp. Ja, dat is, dat zou ik zeggen. Met een startertje zit erin. En op zich een vrij energiezuinige lamp. Geeft een voor ons heel mooie lichtkleur als wij... openbaar verlichtingsmensen zeggen, vinden wij dat. En het doet zijn werk goed. Oké. Okay. En is dit zuinig? Deze zijn best wel zuinig, okay, inderdaad. Okay. Die gaan wat lang mee. Je hebt deze ook in de spaarlampversie, zou ik maar zeggen. Wat langer. En 36 watt zitten dan hier in de straat. Okay. Deze is dan wel 24 watt, maar oké, dan is hij een stukje langer. Ja, maar 36 watt zit erin. Okay. En dan hebben we, ik heb nog wat andere lampen bij me. Zo, dat is een grote. Ja, dit is een hele grote. Dit heet een SOX-lamp. Dit zijn alle twee gasontladingslampen. Mm-hmm. Ja, er zit dus een gas in wat dan licht geeft. Laat ik zo zeggen, het gaat niet branden, maar het geeft licht. Ja. Deze zijn, zoals de mensen denk ik wel kennen, de oranje lampen, van die hele grote bakken en dan met dat oranje licht. Ja. En deze die staan nu langs de doorgaande wegen. Dat is eigenlijk een beetje de vervanger van deze al. Mm-hmm. En dat is een wat geliger licht. Okay. Dus en deze is ook al wat zuiniger. Deze is volgens mij, dit is toevallig een 100 watt. Maar er zijn best wel veel hoge wattages die we kunnen gebruiken. Maar deze is wat zuiniger dan deze meestal. Okay. En wat is er dan, wat gaat er komen? Of wat is de proef nu? Nou ja, ledverlichting is een techniek die heel erg in opkomst is. Ledverlichting is een soort verlichting, is op een hele andere manier wordt daar licht gemaakt. Dat is een beetje technisch gezegd een diode waar een stroompje doorheen wordt gestuurd. En een stukje metaal, een halfgeleider. En dat geeft dan het licht. Ja. En het ligt eraan welk metaal je gebruikt en welke kleur licht er dan uitkomt. Nou, dat is al heel veel jaar zijn ze daarmee aan het experimenteren. Ja. En dat is nu ook in de openbare verlichting van toepassing. We hadden vroeger al die hele kleine rode en groene lampjes die iedereen in zijn tv heeft zitten van de standby knop. Ja. Rood en groen was heel makkelijk, maar het witte licht was... best nog wel moeilijk om te maken. Ja. Wit licht is opgebouwd uit rood, blauw en groen. Mm-hmm. En die techniek hebben ze de laatste jaren ver door kunnen ontwikkelen. En dat zit hier nu ook in de straat. Oké. Okay. En zitten nu in alle palen, zit er wat anders in alle masten? Ja, er zitten eigenlijk drie grote verschillen zitten ertussen. Mm-hmm. We hebben een armatuur erin zitten, die heeft... LED-bolletjes, dat zijn van die lensjes, die staan er. Daar zitten we echt een aantal stipjes die je dan ziet. Die schijnen het licht in een bepaalde richting. Dan krijg je dus echt de lichtvlek op straat die je zou willen. Ja. Er heeft er een componenten met rood, blauw en groene ledjes bij elkaar die dan dat witte licht geven. Mm-hmm. Die heet toevallig Moonlight. Dat is een verhouding van zoveel blauw, zoveel rood... En zoveel groen. Heel weinig blauw zit er dan in. Ja. En er is een balkje. Dat is dan
een LED-module die erin zit, die geeft heel veel wit licht. En daar doen ze dan een fluorescentielaag overheen. Volgens mij is het fosfor wat er overheen zit. En die geeft dan de bepaalde lichtkleur die we willen. Ja, ja. En dat laatste, dat balkje, zit in dan twee verschillende armaturen van fabrikanten. Mm-hmm. Gewoon voor ons om te kijken van welke fabrikant is het beste. Levert voor ons op straat het beste op. Juist, juist. En wat is nu de vervolgstap? Ze staan er nu, het is een test. Ja, het is een test. En de test is omdat eigenlijk hier in deze wijk zal vanaf 2013 volgens mij moeten de armaturen vervangen worden. En het liefst willen we gewoon op de plaats waar de masten staan, willen we gewoon de masten terughouden. Want anders moeten we nieuwe aansluitingen maken. We krijgen vragen van mensen van, joh, hij stond eerst niet bij mij voor de deur en nu wel. Kan er wat aan gedaan worden. De meest optimale verdeling voor een lichtmast en een armatuur wordt bepaald aan de hand van het armatuur. Mm-hmm. Deze masten staan allemaal ongeveer om de 30 meter. Ja. Dus we gaan kijken of we op die ongeveer 30 meter een armatuur kunnen vinden wat energiezuiniger is, net zoveel licht opbrengt en dat we eventueel toe kunnen passen de komende jaren. Ja. Want de armaturen die zeggen allemaal van, nou ja, we zijn zuiniger, maar ze zijn duurder in aanschaf. Ja, dat moet elkaar in evenwicht houden. Ja. En er moet ondertussen ook nog wel wat onderhoud aan gebeuren, hoor. Ik bedoel, zo'n lampje zoals je nu in je handen hebt, dat gaat 4 jaar mee. Mm-hmm. Meestal gaan we dan om de 4 jaar een lamp vervangen, maken we even de mast schoon. Gaan we ook nog eventjes naar boven om het kapje schoon te maken en te kijken, zitten alle rubberingetjes die erin zitten? Dat hebben we natuurlijk eerder wel eens gedaan. Een ramplas is dat, ja. En dat hoef je bij een LED-lamp eigenlijk niet te doen. Die zou wel 20 jaar mee dat kunnen gaan. Dat zit en dat kijk. En dat is wel een groot voordeel, denk ik. Ja, toch zou je toch willen dat kapje schoon blijft. Ja. Dus er moet dan toch wel iemand omhoog om dat te doen. Maar dat kost minder geld als het vervangt. Dus voorlopig is dit een test. Ja, dit is een test. Kijken hoe dit verder gaat. En dan wordt er gekozen voor deze wijk, betreft het dan. Ja, kijk, deze masten en armaturen hebben we in heel Katwijk staan. Ja. Tenminste, de standaard, zou ik maar zeggen, deze LED-verlichting nog niet. Maar dit is een van onze standaard oplossingen qua verlichting. En het zou heel mooi zijn als we die in de toekomst in heel Katwijk kunnen gaan gebruiken. Want het zou, denk ik, toch wel geld op kunnen leveren dan. Ja. En dan de wegwerkzaamheden voor de komende periode in de gemeente Katwijk. Een deel van de Prins Hendrikkade en een deel van de Meester C. Fokstraat wordt afgesloten in verband met sloopwerkzaamheden en bodemsanering van de voormalige gasfabriek in het havengebied. De Prins Hendrikkade wordt tussen de Hans van de Hoevestraat en de Meester C. Fokstraat afgesloten voor verkeer. En ook de Meester C. Fokstraat wordt vanaf de Prins Hendrikkade tot aan de wegversmalling afgesloten. De periode van afsluiting is minimaal 2 jaar. Rijnsoever Noord, fase 1 en 2b, worden woon- en bouwrijp gemaakt. In fase 1 wordt er bouw- en woonrijp gemaakt en deze werkzaamheden lopen door tot eind 2013. De groenwerkzaamheden in fase 2a lopen door tot eind juni 2012. De Rijnbrug aan de Zandlaan wordt gerenoveerd. De aannemer gaat beschadigingen in het beton herstellen. De schampkanten van de brug worden voorzien van een beschermcoating. Het vaarverkeer zal hinder ondervinden van de werkzaamheden. Het wegverkeer zal echter nagenoeg niets merken. Begin juni zullen de werkzaamheden worden afgerond. Vooruitlopend op de herinrichting van de Brouwerstraat zijn de nutsbedrijven begonnen met het vervangen van de bestaande gas-, water- en elektraleidingen. Houdt u rekening met ernstige verkeershinder. Er wordt een mobiele verkeersregelinstallatie neergezet en voor de veiligheid van de werknemers en het goed uitvoeren van de werkzaamheden is er een halve rijbaan beschikbaar voor het verkeer. Ter plaatse van de werkzaamheden is het niet mogelijk om auto's te parkeren. De aanwezige parkeervakken worden door hekken afgesloten. Medio eind 2012 zullen de werkzaamheden worden afgerond. In het braakliggende gebied van De Poel, Spinozalaan en De Waal zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw van de laatste 2 fases van Plan Westerhagen. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van bouwwegen, riolering en het op hoogte brengen van de bouwkavels. Het bouwrijpmaken is medio juni 2012 gereed. En met de bouw van 140 woningen wordt naar verwachting in september gestart. Nog steeds vinden de werkzaamheden plaats aan de Hoornerslaan Oost. De werkzaamheden vinden plaats aan de zuidzijde en dat betekent dat het verkeer over het nieuw geasfalteerde gedeelte zal gaan rijden. Er is nog steeds echter maar 1 rijrichting, vanaf de Beeldlaan richting het Heen. Het verkeer rijdt tijdens de werkzaamheden aan de zuidzijde, dus op de verkeerde rijhelft van de Hoornerslaan.
Naast de werkzaamheden aan de hoofdrijbaan wordt er ook gewerkt aan de parallelweg vanaf de Boshuizenstraat tot en met de Parstraat en het voet- en fietspad vanaf de Parstraat tot aan de afrit van de N206. Fietsers worden ter plaatse omgeleid via de Schouthof. De wijk Hoornes-Zuid is voor het gemotoriseerd verkeer alleen bereikbaar vanaf de Hoornes-Laan. Tijdens de werkzaamheden aan de zuidzijde kan de wijk bereikt worden via de Conradstraat of de Parstraat. In de tweede week van juli zullen deze werkzaamheden worden afgerond. Voor het volgende project zijn we in Rijnsoever-Noord. En daar zijn we al eerder geweest. En wel in december, als ik me goed kan herinneren. Ja, en er is ondertussen heel veel gebeurd. Want toen zijn we ook in deze straat geweest. Kun je me vertellen wat er tot nu toe allemaal al gebeurd is? Nou, vergeleken met de vorige keer. De vorige keer hebben we de helft van de Noordmanshof hadden we, laten we zeggen, woonrijp gemaakt. Mm-hmm. Dus straat en parkeerplaatsen aangelegd. Ja. Vergeleken met de vorige keer is het de verandering dat we nu deze plek helemaal hebben aangelegd. Mm-hmm. Omdat we natuurlijk ook de bewoners hier zo aan de andere zijde van het appartementencomplex weer bewoont. Ja, dat is waar. Daar woonde nog niemand. Dus, nee, dat klopt. Nou ja, kijk maar. Ik bedoel, het is... Er is ook wat aan de groenvoorziening al gedaan. Ja, heel voorzichtig al. Want het is natuurlijk in het voorjaar enkele dingen geplant. Mm-hmm. Alleen het restant, en dat is best wel redelijk veel... De bomen en de struiken en de hagen, die moeten ook nog allemaal gezet worden. Maar ja, dat volgt in het najaar. Oké. Okay. Ja. Nou, we zijn een stukje verder de wijk ingelopen en ik zie dat ze hier nog vol bezig zijn. Wat is hier de stand van zaken? Dit is het laatste stukje ontsluiting woonrijp maken, uh-huh, van de Asserstraat. Uh-huh. Van deze fase. Je ziet hier, ze zijn bijna klaar. Einde van deze week is de ontsluiting gereed. Dus... Dan is het niet meer mogelijk om de andere zijde weer binnen te komen. Uh-huh. Was ook de bedoeling. Uh-huh. En de laatste hand wordt hier aan gelegd. En dat betekent straten? Het straten, het aanbrengen van verlichting en alle bijkomende zaken. Behalve de beplanting, want dat volgt dat, dus inderdaad, ja, zoals ik al eerder zei. Ja, maar de verlichting ook nu al? De verlichting ook. Ja. Want een poos geleden stond hier in de straat een heel bataljon aan lichtmasten. Maar ja, dat kwam omdat dat de tijdelijke lichtmasten en de definitieve lichtmasten al geplaatst waren. Juist. En die moesten nog omgekoppeld worden. Dus dat de nieuwe gingen branden en de oude verwijderd konden worden. Ja. Dus daar waren in het verleden natuurlijk de bewoners ook wel heel veel vragen over gesteld. Van, hoe kan het dan kan een dubbele nou? Lichtmast hebben? Juist. Ja. Dit wordt al gestraat, dit is in principe klaar. Wat is dan, gaat er hier dan in het stukje verder nog iets gebeuren? Nou, als de jongens hier klaar zijn, dan gaan ze over naar het achterpad. Uh-huh. Het achterpad, dat is het voetfietspad naast de watergang. Uh-huh. En dat zal nog ongeveer 2-3 weken duren. En dan is dat ook helemaal gereed. Inclusief Juist. Het grondwerk wat er omheen voor nodig is. Okay. Ja, we zijn doorgelopen naar de Huizingalaan, het begin van de wijk. Kun je vertellen wat hier nog allemaal moet gebeuren? Ja, dat is namelijk het volgende het geval. Als we zover gereed zijn, laat maar zeggen, met het woonrijp maken van het gedeelte waar we net geweest zijn, uh-huh, dan gaan we na de bouwvakperiode gaan we starten met het gereed maken van de Huizingalaan. Uh-huh. En dan de aansluiting van de nieuwbouwwijk. Ja. En op dat gebied, dat is het gedeelte van de Krom en de Huizingalaan en een gedeelte van de Beeldlaan, daar komt een compleet nieuwe rotonde wordt er aangelegd. Okay. Dus daar gaan we ze mee starten, zo rond, net na de bouwvakperiode. Juist, dat gaat nog wel wat betekenen, denk ik, hier. Ja, dat houdt zeker wat in. Dat wil zeggen, last hebben we daar natuurlijk allemaal van. Ja. Het moet wel gebeuren nu. Ja.
Want als we dat in een latere periode gaan starten, dan wordt het nog alleen maar lastiger. Dus daarvoor hebben wij gekozen om dat nu aan te pakken. Juist. En gaat het voor afsluitingen zorgen tegen die tijd? Ja, uiteraard. Maar dat komt ook, de verbinding met Noordwijk, die wordt dan opengesteld. En dan gaan we ook een gedeelte van de Beeldlaan richting de Zwarte Weg. Die wordt dan ook helemaal opnieuw complete reconstructie. Wordt gelijk meegenomen. Ja, klopt. En is het dan klaar? Is deze wijk dan af? Nou, dat zou je bijna zeggen, maar dat is natuurlijk nog lang niet. Nee. En er komen nog fases achteraan. Mm-hmm. Maar daar hebben we het pas over 2014, 2015. Dat duurt nog wel even, ja. Voor het grote werk is het klaar. Ja, driekwart van alle werkzaamheden zijn dan ongeveer gereed. Juist. Klopt. Dat was hem weer, de 15e aflevering van Wegwijzer. Mocht u nou nog vragen hebben naar aanleiding van deze uitzending of van andere projecten, dan kunt u mailen naar info@katwijk.nl. Tot ziens!